In dit filmpje vertellen we je over de Kinder- en Jeugdkliniek van het Erasmus MC Sophia. Soms zijn dingen moeilijk, lastig of lukken niet meteen. Het is dan niet altijd gemakkelijk om te ontdekken waar dat vandaan komt en hoe je hiermee om moet gaan. Kinderen komen dan naar de groep om te leren. Er zijn twee groepen voor kinderen van jouw leeftijd. Dat kun je herkennen aan de kleur van de voordeur. Op de blauwe groep zijn de kinderen alleen overdag. Zij gaan smiddags weer naar huis. Op de groene groep kunnen kinderen ook blijven slapen. Je mag best wel eens wat meenemen naar de groep, zoals je mobiel of tablet. Als je hier komt slapen, kun je samen met je ouders jouw slaapkamer wat gezelliger maken. We hebben wel regels in de kliniek. We maken altijd goede afspraken over het gebruiken van eigen spullen. Op de groep heeft iedereen een eigen plekje waar je overdag aan taken werkt. We hebben natuurlijk niet alleen taken. Je kunt ook buiten spelen, knutselen of samen een spelletje spelen. We eten en drinken met elkaar op de groep. Af en toe mag ze iemand helpen koken. Op speciale dagen, zoals je verjaardag, eten we extra lekker. De eerste dag kunnen je ouders even mee naar de groep. Daarna zwaaien we ze samen uit en gaan we aan de slag. In het begin is het vaak erg wennen op de groep. Je leert van iedereen kennen. Je kan dan best wel eens verdrietig zijn. Dat is helemaal niet erg. De begeleiders helpen jou als je vragen hebt en zorgen ervoor dat jij je niet alleen voelt. Als je voor dagbehandeling komt, word je met de taxi gebracht en gehaald. Als je komt slapen op de groep, kun je je ouders twee keer in de week spreken aan de telefoon. Je ziet je ouders op woensdagmiddag en ook in het weekend. Op zaterdagochtend ga je naar huis en op zondagmiddag kom je terug naar de groep. Er zijn veel volwassenen die werken in de kliniek. Die lopen natuurlijk niet allemaal rond de witte jassen. Er werken begeleiders op de groepen: een ouderbegeleider die praat met jouw ouders. Therapeuten die therapie geven, en er is een dokter om met jou te praten. Soms kom je naar de groep omdat het op je oude school lastig was. Bij ons ga je school in kleine stapjes opbouwen. Maar we zorgen er eerst voor dat je goed gaat wennen op de groep. Je zou dit filmpje aan je opa en oma of vrienden kunnen laten zien. Dan weten zij ook wat je allemaal gaat doen op de groep. Ik hoop dat we je duidelijk hebben kunnen vertellen hoe het op de groep gaat en dat dit filmpje je helpt om een goede start te maken bij ons.